Doelpunt van Noah Lang zorgt PSV Johan Cruijffschaal. Is het een terechte overwinning? Ja, volledig terecht. Ik kwam hier aanlopen en al die Feyenoorders van Peter Bos en PSV wil graag een prijs winnen. Dan nemen ze Peter Bos. Hoe is dit godsnaam mogelijk? Nou, hij heeft wel laten zien dat hij in een hele korte tijd een heel aardig elftal met zeer acceptabel voetbal. En zeker de eerste helft was PSV hier gewoon de baas. De tweede helft wat minder, ging het wat meer gelijk op. Was het niet zo'n goede wedstrijd, maar de eerste helft speelde PSV uitstekend. En het Bosvoetbal en Feyenoord, die wist er eigenlijk geen antwoord, had er eigenlijk geen antwoord op. En het duurde alleen wel heel lang voordat die goal werd gemaakt door Noah Lang. En ja, na een prima aanval en volledig terecht. Noah Lang werd de hele wedstrijd al uitgefloten door het Feyenoord publiek. Uitgerekend hij scoort de enige winnende treffer. Ja, en hij is altijd dreigend. En ik vond ook dat hij goed speelde. Alleen het punt is, Peter Bos die wil graag hoog druk zetten. Ja, en dan laat hij de zaak nog wel eens lopen. En dan verzaakt hij regelmatig. In de eerste helft gebeurde dat twee keer. En toen stond Bos ineens langs de lijn. En die spoorde hem wel even aan om ook terug te verdedigen. Dat deed hij dan ook. En de tweede helft was wel wat minder ook van zijn kant. Maar ja, er gaat natuurlijk heel veel dreiging vanuit. En dat hier wordt uitgefloten. Ja, het is natuurlijk in de jeugdopleiding van Feyenoord gezeten. Maar daar valt hij het helemaal niet aan zijn zin. Want hij was een Ajax-iet. Hij wilde graag naar Ajax. Liep hier gewoon met een Ajax-shirt door de stad heen. En we gaan nog wel wat beleven met Noah Lang. En het blijft wel een uitstekende speler natuurlijk. Voor Peter Bos is deze overwinning extra belangrijk. Hij wint zijn eerste prijs als trainer op het hoogste niveau. Eindelijk, zou je zeggen, toch? Ja, dat zal hij zelf ook wel beamen. Maar ik denk dat hij hier geen genoegen mee neemt, dat hij meer wil. Maar als PSV meer wil, dan moet er wel wat gebeuren. Want je zag ook in de defensie waren ze af en toe heel erg kwetsbaar. Romario kan op dit niveau en met dit spel kan echt niet. Dat was echt de zwakke schakel achterin. Dus daar zal PSV wel aan moeten werken. En wie me ook heel erg beviel was die Babadi, die hele jonge speler die sinds Peter Bos er is in de basis is gekomen. Die maakte ook nog een goal, die werd dan weliswaar afgekeurd, maar zij een hele goede speler. Maar ja, er zitten wel wat zwakke punten in. En Luc de Jong, zie je van op topniveau, dat is nog 70 minuten. En dan zit hij er wel lelijk doorheen. Maar daarvoor heeft hij Ricardo Pepi gehaald, of Pepi. Maar ik vind defensief blijft het kwetsbaar. Teese maakt ook zijn foutjes. En Van Aanholt precies hetzelfde. Boskakli goed aan de bal, maar ook niet alle snelheid. Maar zorgt wel voor rust in de opbouw. Maar ja, PSV, als je 6-7 weken bezig bent als Peter Bos zijn en zo'n verandering ondergaat in speelstijl, dan heeft PSV hier mijn hart wel gestolen. Had je meer verwacht van Feyenoord deze wedstrijd? Ja, ik vond Feyenoord zwaar tegenvallen eigenlijk. Ook al dat ze het initiatief niet namen. Het leek op een gegeven moment dat ze het initiatief niet wilden nemen. Terwijl dat was altijd wel de kracht van Slot en het opjagen. Nou, dat ging ook niet echt vloeiend allemaal, op de hoge druk zetten. En ik moet ook zeggen, Stenks die had een paar goede wedstrijden tot dusver gespeeld. Tegen Benfica en Villarreal. Maar die viel nu totaal niet op. Wiever speelde dramatisch. Nou, Zerouki, moet ik zien of hij dit niveau aan kan. En vorig jaar liep hier Kukzu en Szymanski nog. Ja, en hier lopen nu Stenks en Zerouki op het middenveld. En als je dat afzet tegen Kukzu en Szymanski, dat is op dit moment een verzwakking. Terwijl je dacht van, misschien dat die twee het wel op kunnen pikken en het niveau net zo hoog kunnen houden als vorig jaar. Maar dat is niet het geval. Dus je kan zeggen, er is nog genoeg werk aan de winkel voor Slot en Feyenoord? Ja, zeker. Maar die tijd krijgen ze ook. Volgende week begint de competitie dan. Ja, voordat de Champions League op de rol staat, dan zijn we bijna een maand verder. Dus hij heeft inderdaad nog genoeg tijd. Maar het viel niet allemaal mee. Ik denk dat hij zelf ook best geschrokken is. En als je dan Thomas van der Belt ziet invallen, dan lijkt nergens op. Minté ziet invallen, lijkt nergens op. Timber die valt in, onzichtbaar. Dilrussen valt in, niet gezien. Of veel foute beslissingen of veel foute keuzes gemaakt. Ja, dan denk ik dat er voor Slot behoorlijk wat werk aan de winkel is. Dan moet hij hopen dat hij Ivanušek die snel ophaalt. Of dat hij snel binnenkomt. En dat is wel een kwaliteitsspeler. Maar dat heeft hij zeker nog wel nodig.